Hi, mijn naam is Stef en ik ga jullie vandaag vertellen over het hergebruik van middeleeuwse boeken en oorkonden tot bindmateriaal in de 16e en 17e eeuw. Dit hergebruik heet ook wel maculatuur. Ik heb hier verschillende voorbeelden liggen en ik ga jullie proberen uit te leggen wat er zo interessant is aan onderzoek naar dergelijke fragmenten. Elk middeleeuws handschrift of oorkonde of wat dan ook is handgeschreven en daardoor is het uniek. Nou, oude boeken waren geschreven op perkament, op dierenhuid. En dat is ontzettend duurzaam. En wat men dan deed, als het boek zelf niet meer nodig was, dan haalde men de bladen uit elkaar en die versneed men en hergebruikte men tot bindmateriaal. Want hoewel de tekst hiervan niet meer nodig is, is het materiaal zelf ontzettend duurzaam en geschikt om de inhoud te beschermen van de nieuwe boeken. Vaak zijn deze fragmenten het enige wat nog overblijft van wat ooit een heel boek geweest moet zijn. Nou, zo heb je hier bijvoorbeeld, dat kun je zien, dat is... Bij elkaar is het ongeveer een halve pagina van wat ooit een enorm boek geweest moet zijn. En aan het schrift te zien is dit boek ook heel oud geweest. Dit boek waar dit fragment uitkomt stamt uit de 12e eeuw. Dus het is ontzettend oud en het is in de 16e eeuw is het in Oosterwijk hergebruikt tot bindmateriaal. Niet alleen middeleeuwse boeken werden versneden tot maculatuur. Ook elke ander soort document dat op perkament of papier geschreven werd, kon als bindmateriaal eindigen. Als voorbeeld heb ik hier een kaft liggen die vervaardigd is uit een oorkonde. Hier lag een bepaalde verkoop in vastgelegd en op het moment dat deze akte niet meer relevant was, werd het materiaal toch nog hergebruikt. Hier zien we een stuk wat nog ingebonden is. Het is ooit één blad geweest en het is een medische encyclopedie geweest. En het deel waar het over gaat, dat is de oplossing tegen aanbijen. Niet alleen perkament werd hergebruikt, maar ook papier kon als bindmateriaal eindigen. Ik heb hier een voorbeeld waarin een boek met kerkplattegronden als bindmateriaal is hergebruikt. Nou, wil je nou weten wat onderzoek naar maculatuur allemaal op kan leveren? Organiseren we daar binnenkort een symposium over. En wil je daarbij zijn? Klik dan hieronder de video op de link voor meer informatie.